Wat het inhoudt is dat we de man even 20 minuten, 30 minuten willen verwennen om een goede gezichtsbehandeling te geven. En dat hij gelijk gladgeschoren de stand verlaat. Why did you decide to get shaved here? Well, because I like the traditional shaving. It's you get a better shave and you can get better styling of your beard. De uitstraling heeft elementen van de jaren 30. Dus we proberen een beetje dat gevoel van de heritage van het ambacht naar voren te brengen. En we proberen echt de klassieke barbier outfit zoals onze meester barbier Jan Heideman heeft. Ik ga nu zijn hoofd scheren. Daardoor haal ik het hoofdbeschermetje eruit. Deze apparaten heb ik hier speciaal een apparaatje of een installatie bij hem kwijt kan. Ik heb er glas meer van. Vandaag de dag kappers, dat zijn toch meisjes die je hoofd versieren. Terwijl vroeger een kapper was je vriend, die modelleerde je. Oftewel, wanneer je door een goede kapper bent geknipt of goed geschoren bent, goed geadviseerd bent, heb je daar weken plezier van, zo niet maanden. It's fantastic. I mean, it's convenient. I'm on my way home. I want to look good when I get home. So, it's perfect. Nu gebruik ik babypoeder. Dat matteert het alles, dat niet zo dat het niet gaat glimmen. Maar ook om het even te beschermen tegen alles wat wrijft, hoeden. Meneer heeft straks nog een lange vlucht voor de boeg. En als je dan toch met je hand tegen het kussen komt, dan is het lekker als er een laagje poeder op zit. Zodat het niet schrijnt of wrijft. Ik heb al gemerkt dat verschillende vaste klanten uit Moskou via Amsterdam vliegen om zich door mij te laten scheren. En dan hun weg vervolgen naar de volgende stad.